Nou, vanavond een haringfeestje hier bij het Hilton. Wat is er nou leuk aan zo'n party? Het leuke van de haringparties vind ik dat het echt iets Nederlands is. Dus dan krijgen we een beetje Hollands oranje gevoel. Nou, dus het netwerk, je komt weer heel veel gezellige mensen tegen. En natuurlijk, ja, een haring is vandaag het item waar we voor komen natuurlijk. Nou, ten eerste de nieuwe haring. Als je dat op de eerste dag dat die ouders kan proeven, dan ben je een gelukkig mens. Ja, dat het gezellig is. Een soort speeltuintje. Je valt het ene gesprek met het andere. Verder staat er niks voor. En als we die haring eten. Nou, ik vind met name de Hilton Party heel erg leuk. Omdat, zoals je ziet, zowel er ontzettende goede mensen komen, maar ook hele foute mensen komen. Zoals? Hij en hij en hij en zij. En hoe eet je de haring het liefst? De haring eet je uitsluitend op de manier zoals iedereen verbijstert. Zo aan het staartje en dan happen. Niet op een broodje, beetje uitjes en verder niets. Het liefst in stukjes. Maar ja, voor de show doe ik dan af en toe ook maar even helemaal zoals het hoort. Ik vind het eigenlijk niet zo lekker. Oh jee, dus je gaat er geen eten vanavond? Nee, meestal hou ik hem even leuk vast voor de foto en dan snel weer weg. Ik vind gesneden altijd handig en met uitjes. Met uitjes mag je officieel ook niet, geloof ik. Maar anders valt alles zo, ja. Nee, dit is lekker. Vind ik handiger. Ik heb hem niet zo door het keeltje laten glijden. Ik wil hem in stukjes hebben. Gewoon op zo'n Rotterdams naar binnen laten glijden. Niet in stukjes op zo'n Amsterdams. En hoe was hij, de nieuwe haar? Ik vond hem perfect. Ze zeggen altijd een vet ruggetje en een bol buikje. Lijkt mij wel. Maar in ieder geval, dat hebben ze. En als je een haring eet, dan heb je meestal ook wel een bepaalde geur uit je mond. Wat doe je daar dan aan? Ik heb Odol bij me. En met wie zou je nou graag eens een haringetje willen eten? Boven Erwin Doorns vind ik erg leuk. Matthijs van Nieuwkerk vind ik leuk. Ik had graag Kon erbij gehad, maar die kon helaas niet. Die voelt zich niet lekker, dus vandaar. Jury Mulder, het hele Nederlands elftal. Johnny Depp. Nou, zal ik even doorgaan? Je kan heel wat haringjes gaan eten dit jaar. Wat mij betreft wel, ja. Het liefste zou ik haring willen eten met mijn eigen man die nu thuis zit. En misschien smokkel ik er een mee in mijn tas. Voor hem. Met jou?